ik vind het zo. Ik heb zoveel respect. Oh, nu klopt. Kijk, dit is zo cute. Pas uit. Oh, Peach. Kijk eens goed kijken. Die blijft heel snel. Kijk, ik moet de drijven staan. Een hele goede middag allemaal. Van harte welkom bij deze tweede modeshow op de Terdege Zomerfair. En dan kan jullie wel zeggen, dit is een hele bijzondere modeshow. Het is geen modeshow vanuit een bruidsmodewinkel, maar deze bruiden zijn allemaal zelf getrouwd in deze trouwjurk. En als allereerste bruid wil ik u voorstellen aan Anja. Goed begin, het is halve werk. De allereerste bruid is Gerda. En ik verwacht van jullie een hartelijk applaus voor deze stoere bruid die hier vandaag aanwezig is. Gerda, je mag wel even een rondje draaien om je mooie jurk te laten zien, als dat lukt. Gerda loopt met een rollator, dus het is niet mogelijk om de trap af te gaan en het grind door. Prachtige mensen. Groot applaus voor Gerda nog een keer. Goed zo, dat was goed zo. Goed kijken, hier blijven staan. Daar ziet mama staan, hè? Oh, is dat een moeder? Mama ziet iets rijtje, hè? Dit is bruid Anja, getrouwd in 1981 met haar Erik. Anja komt uit Waddinxveen. De jurk is gekocht bij de bruidsmeisjes uit Gouda. Ze heeft de jurk gekozen gewoon omdat ze hem nog heel mooi vindt. En als je goed kijkt naar de jurk zie je dat deze details bij de recente bruidsmode ook weer terugkomen. Dit is Klaasje Slager, uit Staphorst, getrouwd met Willem Slager op 4 juli 1996. Samen hebben ze 7 kinderen mogen krijgen. Ja, en dat jurk aan. Nou, knap hoor. Rietje, die komt daar af. Die komt daar af, Riet. Mama, hè? Is dat mama? Rietje, is mama? Dit is Bettina van der Kolk met haar Geert, getrouwd op 11 oktober 2019. En een hartelijk applaus voor deze bruid met de stoere bruidegom die vandaag ook aanwezig is. De jurk is gekocht bij Spekzijder te Berg Ambacht. En ze heeft de jurk gekozen omdat het de eerste jurk was waar ze zich een topbruid in voelde. Dit is bruid Pauline met haar Stefan, getrouwd in 2020. De jurk is gekocht bij Taft en Tulle. Ze heeft de jurk gekozen omdat ze het kant en de kanten mouwen heel erg mooi vond. Ook een hartelijk applaus voor deze bruidegom. Niet dicht naast ik begrijp dat helaas niet iedereen mij goed kan horen. Maar op dit moment.
moment weet ik zelf even niet hoe dit harder kan. Dus ik zal proberen goed duidelijk te praten. Julia? Ja. De volgende vraag is Anneke Metzke uit Numansdorp. Ze is getrouwd met haar bruidegom Wim op 21 juni 2002. De jurk is gekocht bij bruidsmode Elzeline uit Nieuwe Tongen. Inmiddels is deze winkel verkocht en bestaat deze niet meer. Ze heeft de jurk gekozen door de eenvoud en het fijne borduurwerk. Dit is Joelle en ik heb Joelle weten te strikken om vandaag mijn jurk aan te doen. Ik heb hem gepast, maar helaas ging de rits niet meer dicht. Dus ik heb het aan iemand anders overgelaten. Ik ben getrouwd 18-12-2014 en de jurk komt bij Annika Bruidsmode uit Breda vandaan. Woudine. Ze komt uit Ede. Ze is getrouwd met haar Roderick op 4 maart 2021 en de jurk is gekocht bij Speksnijder uit Bergambacht. Ze heeft gekozen omdat dit de eerste jurk was die ze aandeed en de kleur haar heel mooi stond. Dit is bruid Friederike van der Graaf, getrouwd met haar Joost in 2021. De jurk is ontworpen en gemaakt door Hengelvoort Couture uit Papendrecht. Waarom heeft ze de jurk gekozen? Het is een chique, unieke jurk. En hij is niet standaard door het net even iets andere kleurtje. Dit is bruid Seineke met haar Jan Willem, getrouwd in februari 2022. De jurk is gekocht bij Taft en Tulle te Schoonhoven. Ze heeft gekozen voor deze jurk omdat hij helemaal paste bij haar stijl. En het was de eerste jurk die ze aan had en meteen goed voelde. Getrouwd 22 september 2022. Haar jurk is gekocht bij het Witte Huis Bruidsmode De Wijk. Waarom ze voor de jurk heeft gekozen? Hij zat heerlijk en de voorkant van de jurk was iets waar ze echt naar op zoek was. En de achterkant van de jurk vond ze erg mooi met de open rug. Janine, getrouwd met haar Chris in 2022. Ze heeft de jurk gekocht bij Taft en Tulle uit Schoonhoven. Ze heeft gekozen voor de jurk door de lange mouwen en ze vond het mooi dat het kant ook weer in de jurk terugkwam. Dit is Maria Jansen, getrouwd met haar Laurens in 2023. De jurk is gekocht bij Taft en Tulle te Schoonhoven. Ze heeft gekozen voor de jurk omdat ze heel graag een rok wilde van chiffon, omdat dit zo mooi valt. De combinatie van het rok en het lijfje vond ze erg mooi.
Wilma, getrouwd met haar Arnold op 14 juni 2023. Een hartelijk applaus voor deze bruidegom met Lef die vandaag meekwam. De jurk is gekocht bij Klacht en Tule te Schoonhoven. Ze koos voor deze jurk omdat het een eenvoudige maar stijfvolle jurk was. Christine van Belzen, getrouwd met Josias van Belzen op 12-5-2023. Ira van Pani Moda heeft de jurk ontworpen, dus het is een unieke jurk. Perk uit Glaswaal, getrouwd met Arnold op 30 juni, jawel, 2023. Nog een hartelijk applaus en gefeliciteerd voor dit bruidspaar. De jurk is gekocht bij Pani Moda uit Overschot. Aline van der Boogaard, getrouwd met Gert-Jan op 23 maart 2023. De jurk is gekocht bij Speksnijder Bruidsmode. Blijf nog even kijken, want alle bruiden komen nog een keer voorbij, zodat u ze allemaal nog één keer kan bewonderen. En graag een hartelijk en lang applaus voor al deze bruiden. Dat zijn dus vier zussen en die hebben hun man meegenomen vandaag. Dus dat is wel heel erg leuk, hè?
dat niet mee. Allemaal zo, je ziet het niet al. Ja, we allemaal zo allemaal. Zo grappig. Deze niet samen. Nee, we hebben nog een hele fouten daarvoor. Naast elkaar. Nou, we hopen dat jullie hebben genoten van de show. Nog een hartelijk applaus voor al deze stoere bruiden die hier vandaag wilden zijn. En ja, wie weet volgend jaar nog een keer, dan kunt u zich ook aanmelden om met een jurk te lopen. Ik weet niet zeker, maar goed. We konden er alvast over nadenken. Bedankt voor jullie aanwezigheid.